rust, vrede. Nou is het de vraag, wie denkt, nou ik heb het wel gezien, die mag eruit. We gaan het niet, zoals in eerste instantie door Erik voorgesteld, ik zei het was een achterlijk voorstel, maar goed, een beetje. We gaan niet het hele programma nog een keer doen, we doen wel een paar stukken nog een keer opnieuw. Dus als jullie dat prettig vinden, blijf lekker zitten. He? Ik weet alleen niet precies welke stukken we gaan doen, maar die krijg ik nu op een briefje aangereikt. Het gaat om een stuk of 5 chansons. Die doen we nog een keer. En ja, wacht nog even, je weet nog niet welke. En dan doen we het zaallicht uit. Kijk. Ja, maar ook die twee spotten, als die eruit kunnen, want anders dan krijg je zo weer bonje. Ja, dit is hem, hè? Ja. Waarom die mensen van tv dat niet meteen doen, ik begrijp het niet. Ik begrijp dat niet. Ik zei het nog van tevoren, had ik gezegd, jongens, daar krijgen we gezeur mee. En ja hoor. De bloemen zijn al weg. Oh, die van Benny zijn al niet weg. Alright. Die krijg je straks nog een keer, Benny. Heb je dat trouwens gemerkt bij die bloemen dit jaar? Ik heb nog nooit een boeket gehad met kerstballen erin, dit jaar al 4. Is dat opgevallen of niet? Met gouden en met rode ballen. Dat is echt waar. En de eerste boeketten die beginnen nu al te verwelken, het is geen gezicht. Er staan nog alleen nog maar die... Oh ja, en met vierkante zogenaamde kleine cadeautjes, weet je wel? Met zo'n lintje eromheen. Ziet er niet uit. Ik zit echt te wachten wanneer die pakjes ook verwelken, maar... Hoe is het, dames en heren? Ster? Ligt geluid klaar? Ligt het geluid klaar? Tom, is dit voor jou ook te volgen? Nee, onze techniek weet niet misschien wat wij staan te bouwen. Nee, Lien. Hey, daar zijn ze weer. Is voor jou de volgorde al bekend? Ah, een ster. Ik zie je ster. Ja? Dan? Alles waar je echt van houdt? Het spijt mij. Geef ons vrede. Ga een beetje. Vier zijn er. Ja, dit gaat er steeds zijn af. Als we nog lang wachten zijn het er 3. En nu komt het publiek, er worden geen shots meer van jullie gemaakt, dus je kan zo diep als je wilt. Kunnen we? Are we ready? Dames en heren, Sir Robert Long. Yes! De zuster is een zeur, joh. Met een zet, oké. Nou, hier gaat hij. Als kind keek ik geregeld door een kier in de gordijnen van mijn kamertje op zolder naar de nacht.
Want ik hoopte door die kier opeens een ster te zien verschijnen. En ik had daarbij het volgende bedacht. Als ik een ster zou zien, als ik een ster zou zien, dan werd mijn allergrootste wens ooit een keer waar. Als ik een ster zou zien, opeens een ster zou zien, zou ik een hondje krijgen nu of volgend jaar. Ik zou hem pootjes leren geven, had 20 namen opgeschreven. En toen besloten dat hij Joepie zou gaan heten. Hij zou van niemand anders zijn, hij sliep bij mij, ik gaf hem eten. Maar het ging niet door, het bleef een wens. En toch vervloog mijn kinderdroom nog niet zo snel. En nu bedenk ik achteraf, misschien was dat het mooiste wel. Kijk, nu maak ik een continuïteitsfout, want ik zong dit nummer met de zwarte kant van mijn sjaal. Ja. Zo doen wij dat in het theater. Hatsakidee. Hop. Hoppa. Hey. Ja, het is... Oké, dan moeten we nog een keer, jongens. Ja. Yes? Als kind keek ik geregeld door een kier in de gordijnen van mijn kamertje op zolder naar de nacht. Overigens moet ik er even bij zeggen, dames en heren, dat wat die lampen betreft, dat was eigenlijk een beetje opzet. Ja, nee, weet je waarom? Als je het niet goed ziet, hè, dan koop je later in ieder geval de DVD. Toon? Ho, 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 ho. Echt, God. Zij hebben te lang in het warme doosje gezeten. En ik heb toch zo gezegd, jongens, vanavond is opname, blijf niet te lang in het warme doosje zitten. Maar ja, Brabant, hè. Dan weet je het wel, als die in een warm doosje kunnen, nou. Dat hoef je ze geen twee keer te zeggen, hoor, dan. En dat is nog erger, dan komt het Venlo. Dat is nog veel verschrikkelijker. Ze kan die ook nog niet staan, nee. Nou, ik zweeg wel. Ja, even kijken hoe ik met mijn sjaal zit, jongens. Nee, dat is ook goed. Dat is nog steeds een zwart. Heeft te lang het zwarte doosje gezien. Oké. Even serieus nou, jongens. Spijt me, John Lennon, maar je hebt je vergeten.